Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Vannacht trokken er weer een aantal stevige buien over het land en die buien trokken van west naar oost. En die stroming die zien we ook vanochtend nog. De meeste buien bevinden zich langs de noordkust, maar ook elders kan al een enkele bui vallen. Verder ook van tijd tot tijd zon en temperaturen die oplopen tot ongeveer 17 à 18 graden in de loop van de ochtend. Vanmiddag vallen de meeste buien dan in het binnenland, dus in het oosten, zuidoosten en midden van het land en daarbij kan er enkele keer ook onweer zitten. In het westen en noordwesten blijft het grotendeels droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt 20 tot 21 graden, maar de wind maakt het voor het gevoel wat koeler. Vanavond trekken de buien weg, klaart het op en is het dus op de meeste plaatsen droog weer. In de nacht komen er weer nieuwe buien en ook morgen overdag hebben we weer met buien te maken. Vandaag was er al kans op onweer, morgen is de kans op onweer groter en denk ook dat de buien morgen nog wat zwaarder zullen zijn dan vandaag. Temperaturen morgen 20 à 21 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, gaat de temperatuur naar beneden 18 à 19 graden op zondag en ook voor maandag en de dagen daarna zie ik geen herstel van de zomer. Voorlopig dus te koel cool voor de tijd van het jaar. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.